een advocaat is iemand tussen twee partijen, de beklaagde en de rechter die de uitspraak doet. Een advocaat komt op voor de onvrijen. Een advocaat is van nature goed. Hij kent het klappen van de zweep. Hij heeft de onschuld in zijn greep. Hij brengt de waarheid dichterbij. Wie blijft gevangen? Wie mag vrij? Allebei, Kat en Kate, Kate en Kat, twee vriendinnen toch gemeiden. Kun je 1, 2, 3 niet scheiden? Laat ze vrij, allebei. Een advocaat is iemand tussen hete vuren, van wat er mag en wat er kan en wat uiteindelijk moet. Hij maakt een eind aan uw onzekere uren. Een advocaat is van nature goed. De rechter heeft mij in zijn greep. Hij trok een radicale streep door de twee-eenheid, want hij zei: één blijft gevangen, één mag vrij. Allebei, Kat en Kate, Kate en Kat, twee vriendinnen toch vermijden. Allebei of geen van beiden, laat ze vrij, allebei. Ik ben, zoals u vast wel weet, een der poëten van mooie talen, klein verhaal en een fraai gedicht. Een dichter laat zijn lezer in de regel weten dat wat hij zeggen wil in het wit verborgen is. Maar ik sla hier volkomen dicht. Hoe zeg ik open hoe het ligt? Hoe zeg ik eerlijk, frank en vrij? Zij blijft gevangen, zij mag vrij. Kat en Kate, Kate en Kat, kom er mee voor de draad. Kat en Kate, Kate en Kat, kom er mee voor de draad. Kat en Kate, Kate en Kat, kom er mee voor de draad. Geen gezeik, Wilderdijk. Advocaat is iemand tussen hete vuren, van vrouwen die als vlammen zijn, ook teer is mijn gemoed. Als het ochtend is zal men een rijtuig sturen, waarin u naar de gevangenpoort toe moet. Ik beloof u dat ik voor u vecht. Kat en Kate, Kate en Kat, geen gezeik, Wilderdijk. Kat, Kat en Kate, Kate en Kat. Wees stil, ik heb het al gezegd, ook ieder woord dat knaagt aan mij. Kat blijft gevangen, Kate maar.